video. Ja, nou, mooi weer is over in Nederland. En het wordt, nou, het was gewoon de afgelopen dagen wat minder mooi weer. En dan krijg ik gewoon gelijk keelpijn. Echt vet stom. Ja, ik heb dus nu, op dit moment dat ik deze video opneem, is het woensdag. En heb ik gewoon last van mijn keel. Het is niet echt dat je denkt, oh, ik ga dood. Oh, het doet zo'n pijn. Maar, ach, toen heb ik het idee, ik heb het zo gehad. Nou, in ieder geval, het komt hartstikke goed. En ik dacht, ja, ik wil in ieder geval wel een video opnemen. Want dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, wat kan ik voor video opnemen? En ik was aan het bedenken wat ik eigenlijk allemaal had gekocht eigenlijk de afgelopen tijd. Een aantal dingen daarvan staan al wel op mijn blog, maar niet alles. En toen dacht ik, ik maak eens een keer een shoplog. Maar dan in een videovorm. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, meestal maak ik foto's van mijn aankopen. En laat ik het dan zeg maar zo in beeld zien. En het leek me wel leuk om dat eens te doen. Het is echt een verzameld shoplog van alles. Echt van ondergoed tot kleding tot woonaccessoires. Van alles. Dan moet ik je ook eerder bekennen dat er een paar cadeautjes tussen zitten. Maar die laat ik jullie ook gewoon zien. Ja, laten we maar heel gauw beginnen. Nou, eigenlijk de aanleiding was dat ik snoepjes heb gekocht voor mijn keel. Toen ik dit zag, dacht ik, ja, ik ga een keer een shoplog maken. En ik begin lekker met snoepjes. Deze zijn van die suikervrije ovaaltjes en die glijden zo lekker dan door mijn keel heen. En mijn moeder had laatst namelijk ook gigantische last van haar keel. En ze had helemaal van deze parkeerwachters gegeten, van autodrops. Ze zegt, dat is lekker, dan zit zout in. Dat was super fijn, dus die heb ik gehaald. Ik hoop dat het gaat werken. Dan heb ik een ander kabeltje voor mijn telefoon. Want ik heb zo'n 2 meter kabel. Echt jongens, een uitvinding van hier tot ginder. Want ja, onze stopcontact zit zeg maar bij de bank. En dan meestal zit ik op de bank. En dat snoertje is dan net te kort. Maar met een 2 meter kabel kom je overal voor je iPhone. Dus hij was alleen kapot. Ja, oeps. Ik was misschien een beetje onvoorzichtig, maar ik heb een nieuwe. Dan iets wat ik eigenlijk niet gekocht heb, maar wel gekregen. Dit is een kippieluchtbed. Wij halen heel vaak eten bij kippie. Dat is gewoon lekker. Ja, heb je er nog nooit van gehoord? Google het even. En ze hadden daar een soort van ronde kippiepan, maar dan dus in een vorm van een, ja, een luchtbed eigenlijk. En ik vond hem zo leuk. Ik was er een foto van aan het maken en die stuurde ik door naar Thijs. En toen zei die eigenaresse van de winkel van, maar wil je er eigenlijk eentje? Ik zeg, oh ja, ze zijn zo leuk, zegt ze. Ah, hier, krijg je er eentje mee. Dus we hebben een kippieluchtbed. Zo ziet hij eruit. Dan een item wat al wel op mijn blog is verschenen. Deze nieuwe sleehakken. Ja, deze heb ik een keertje random in de stad gekocht. En ik ben er zo blij mee. Het is maat 36, inie mini voetjes. Maar deze hak is niet te hoog, waardoor ik er super fijn op kan lopen. Elastiek sluit aan om mijn smalle voeten. Ik, ja, wat wil je nog meer? En ze waren €12,90 voor een paar schoenen. Mocht je nou benieuwd zijn hoe die schoenen zitten en wat ik er verder van vind, ik zal even het linkje onderin de beschrijving zetten naar de blogpost over deze leuke schoenen. Dan was ik laatst met mama in de stad in Arnhem en ik was op zoek naar een rok. Daar kom ik zo nog op terug. Maar naast dat ik een rok had gekocht, schoot mij in één keer te binnen dat ik heel erg graag de nieuwe Glamour wilde met Dave Rolfink en Anna Nushin. En ik heb hem nu al een paar dagen in huis liggen en ik heb er nog niet in gekeken. Ja, wel gewoon doorgebladerd heel snel, maar ik ga hem nog niet lezen, want ik wil hem bewaren voor op vakantie. Ik moet nog 4 weken wachten, 3-4 weken. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik bedoel, kijk hoe mooi die foto alleen al is. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Kijk, nou, ik had het dus over een rok. Ik ben al super lang op zoek naar een iets langere rok. Die tot op je knieën valt. En ik vond er een. Ik ga heel even staan, dan kun je het zien. Doep. Deze rok vond ik bij de Primark. Mensen, voor het geweldige bedrag van €5,50. Deze rok dus, hij zegt, ja, ik vind hem gewoon echt super mooi. Ik bedoel, het is verder, ja, ik kan er vrij weinig over vertellen. Hij zit heel hoog in je taille dan met strepen. Nou, ik vond die rok zo fijn dat ik bedacht, ik wil er eigenlijk ook één in het zwart. En ik had er eentje bij de Stradivarius gezien. Nou, voor mij zit die winkel dichtstbij in Utrecht. Dus ik ben naar Utrecht geweest. Helaas kon ik die rok niet vinden. Totdat ik bij de Only naar binnen liep en daar hadden ze sale. En eigenlijk vond ik gewoon weer dezelfde rok die ik bij de Primark ook zag. Hetzelfde model, hetzelfde idee, maar dan gewoon helemaal zwart. Deze is ietsjes langer. Het is een XS. Dan denk je, hoe kan die nou weer langer zijn? Maar volgens mij hoort dit model tot iets over je knieën. Maar doordat ik hem dus in een heel klein maatje heb gekocht. Ja, ik ben hierboven in heel smal, dus het maakt niet uit.
kan ik hem eigenlijk optrekken tot op mijn knieën, iets overheen, iets boven, het kan allemaal. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik er nog een heb gevonden. Ja, weet je, voor als het ongeveer 25 graden is en het is een beetje bewolkt, dan ga je niet met zo'n kort broekje lopen. Dus dan dacht ik, ja, als ik dan zo'n rok heb, dan kan je daar wat meer mee. Het is trouwens wel dat ik echt als een pinguïn loop in die dingen. Er zit geen split in aan de zijkant, zit ik me nu te bedenken. Dus het loopt een beetje waggelend. Maar ga je ook niet dood aan. Ik had het er met mijn moeder over dat mijn onderbroeken er, ja, niet doorschijnen. Maar je ziet een beetje zo het randje van je onderbroek, omdat die rokken heel strak zitten. En toen zei ze, dan moet je even naar de HEMA. Daar heb je van die invisible strings. Weet je wel, van die, ja, waar geen randjes en zo aan zitten. En die heb ik daar gekocht, zodat ik die onder de rok kan dragen. En volgens mijn vader moest ik met invisible geld betalen, want het waren invisible onderbroeken. Ik kan daarom lachen. Echt slecht. Oh my god. Dan weer even terug naar Utrecht. Ja, het gaat van hot naar her, jongens. Bij Utrecht vond ik ook nog dit super gaaf shirt. Wel bij de Stradivarius. Hij was in ieder geval in de sale voor maar 6 euro. En er staat influencer op. Ik weet niet. Ik zag het. Ik moest lachen. Ik dacht, dat shirt is van mij. Ik vond hem gewoon, ja, leuk. Ik kan er ook niet meer van maken. Ik vind hem gewoon leuk. Hij is best wel lang. Het is gewoon een maat S, maar hij is vrij lang. Maar als ik hem dan in die rok stop of in een broek, staat het gewoon heel leuk. En een heel leuk detail. Hij is hier kapot. Ja, het is heel vreemd. Hier zit een gat. En verder zit hier ook nog wel wat, ja, kleine gaatjes. Alsof het lijkt alsof er een soort van muggen van die motten in hebben gebeten of zo. Maar dat hoort. Even kijken, dat waren alle spullen voor mezelf. Of in ieder geval, dat. Dan heb ik nog twee dingen. Ik ben even aan het denken. Als deze video online komt, heeft mijn vriendje ze al gekregen. Dus dan is het niet zo erg als hij dit ziet. Maar ik heb twee kussens voor hem gekocht. Mijn vriendje gaat verhuizen. Hij gaat van kamer wisselen eigenlijk in Ede. En hij gaat naar een grotere kamer. En hij dacht, hoppa, ik ga groter wonen. Weet je wat? Ik heb een vet goedkope bank gevonden. Echt een hele mooie bank. En toen dacht ik, ja, maar als meisjes zijn, zou ik denken op een bank horen kussens. Dus ik heb deze twee kussens gevonden. En ik heb eigenlijk een beetje zo gekeken van, ik vind ze zelf namelijk ook heel erg leuk. Ik bedoel, als wij ooit gaan samenwonen, dat gebeurt nu nog niet. Ik ben 21, daar heb ik echt nog wel tijd voor. Maar als we ooit gaan samenwonen, nemen we natuurlijk die bank mee. En als deze kussens erop liggen, ben ik gewoon helemaal blij. Ik vind ze zo leuk. Dus die krijgt hij van mij, weet nog van niks. Nou ja, ondertussen heeft hij ze dus nu al wel gezien. Nou, dat waren allemaal aankoopjes. Het is echt van alles en nog wat door elkaar. En dat shirt, daar ben ik gewoon zo verliefd op. En nou, überhaupt die kleding vind ik echt hartstikke leuk. Mocht je nou benieuwd zijn hoe het, ja, staat, zeg maar, als ik het aan heb of iets. Waarschijnlijk blogpost online met die rokken en met het shirt. Ik bedoel, dan moet ik nog even een beetje kijken hoe ik dat ga combineren. En wat daar leuk is om bij te dragen. En helaas werkt het weer nu ook niet heel erg mee om een rok aan te doen. Maar ik geloof dat het mooie weer in aantocht is. Ik voel het. Ik geloof het. Hey, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je dit leuk vond. Dat ik een keer een shoplog op deze manier laat zien. Ik weet niet of het wat is. Ik vond het zelf wel grappig om te doen. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doeg!